We zijn vandaag op de Smokkelmarkt in Stokkum. En hier op de Smokkelmarkt is er van alles te beleven, maar vooral dus dat men producten kan kopen die in Nederlands Limburg erg in trek zijn en ook in Belgisch Limburg. Want we weten dat mensen uit Belgisch Limburg gaan shoppen in Nederlands Limburg voor bepaalde producten en omgekeerd uiteraard ook. Dit alles kadert binnen de zomerse zondagen en dat is binnen het snoer van de Maasdorpen in het Maasland. Mooie bloemen, echte Nederlandse bloemen. Rechtstreeks van de tuin dan, niet van de veiling. Er is ook vele vormen van animatie voorzien. Er is onder andere zijn er de champetters die een smokkelact opvoeren. Voor de kinderen is er de bootjesmolen voorzien. Elke week zal er ook een muziekoptreden zijn van onze lokale harmonie en fanfares. En vanaf volgende week kan u ook een tochtje maken met de smokkelhuifkar. Oh, je hoort niet goed, meneer. Nee, dat kan niet. Doof. Je kunt dat niet doen. Dus als je doof... Ah, dan helpt hem meneer. Als je goed. Gewoon in de noorden spelen. Oh. Ik ga alles proberen. Dat werkt. Hier een ding. Nu, wat nog belangrijk is om te vermelden, is dat de smokkelmarkt zoals andere jaren doorgaat op de zondagen van juli en augustus. En u kan er ook een mooie prijs winnen, de smokkelkroekar. U krijgt dan ter waarde van 10 euro een prijs bij elke marktkramer. Dus bij aankoop van een product krijgt u een bonnetje en om 12:30 wordt dan de winnaar getrokken. Wenst u meer informatie over de smokkelmarkt, kan u altijd terecht bij het Maascentrum De Wisse. Pak alles mee, het is goed voor de cholesterol en voor de lijn. Ja, mevrouw,